Online winkel Neckerman toch failliet. Veestapel van boeren in Rilland weer in beslag genomen. En Zeeuwse havens moeten bereikbaar worden voor grotere schepen. Zeeland nu. Mirjam van Wouwen. Goedenavond. Online winkel Neckerman is vanmiddag failliet verklaard door de rechtbank in Breda. Bij het bedrijf in Sint-Jansteen werken meer dan 200 mensen. En in Sint-Jansteen is verslaggever Anouk de Gardijn. Anouk, dat faillissement dat zat er al wel een tijdje aan te komen, hè? Ja, Neckerman heeft een aantal hele zware jaren achter de rug. Het Duitse moederbedrijf is failliet gegaan. Nou, toen ging Neckerman Benelux verder. Alleen ja, twee grote reorganisaties in een paar jaar tijd. Een aantal jaren geleden werkte er hier nog zo'n 500 mensen. Inmiddels zijn er dat maar 200 meer. En ja, die hebben nu dus ook te horen gekregen een faillissement. Zojuist heeft Neckerman wel bekendgemaakt dat er een kleine doorstart komt. Maar dat is echt een kleine doorstart, want er mogen slechts 15 mensen blijven. En hoe reageert het personeel? Ja, ik heb een aantal werknemers gesproken die hier net naar buiten kwamen om 5 uur. Ze hadden een bijeenkomst gehad. Ja, helemaal als een verrassing kwam het natuurlijk niet voor ze. Want ja, het ging al zo lang slecht met het bedrijf. En een paar weken geleden heeft de directeur ook bekendgemaakt dat het bedrijf er inderdaad weer heel slecht voor stond, financieel gezien. Ja, wat wel schrijnend is, zij zeggen de laatste weken zijn de magazijnen al leeggehaald. En wat ook natuurlijk voor de werknemers heel vervelend is, van de maand juni hadden ze al salaris moeten krijgen, maar dat hebben ze nog niet gehad. Ja, en heeft de gemeente Hulst al gereageerd hierop? Ja, de gemeente Hulst heeft gereageerd en ja, zij zijn zeer geschokt. Neckerman is natuurlijk een hele belangrijke werkgever altijd geweest hier in de regio. Hè. Vroeger werkte er hier 500 mensen. En ja, ze hadden gehoopt dat het met de nieuwe investeerder weer goed zou komen. Maar ja, dat is dus toch niet gelukt. Wat ze gezegd hebben, ze zullen net als bij de vorige reorganisatie proberen om de mensen die hun baan kwijtraken te begeleiden naar een nieuwe baan. Dankjewel, Anouk de Gardijn. Veehouder Hans van Iwaarden en zijn zoon Jos uit Rilland zijn vanmorgen aangehouden door de politie. Ze probeerden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tegen te houden, die opnieuw hun veestapel kwam weghalen. In april stond de Warenautoriteit ook al op de stoep. Ze reden vandaag weer af en aan, de veewagens van de Voedsel- en Warenautoriteit. En dat terwijl de koeien van Iwaarden net terug waren op de boerderij. De rechter bepaalde vorige maand nog dat een inbeslagname in april nooit had mogen plaatsvinden. De zoon van de veehouder zei er toen het volgende over. Het is enkel de papierwinkel die misschien niet tot in de puntjes in orde is. Maar vandaag de dag kan je er om duur ook niet meer aan voldoen als veehouder in Nederland. En voor ons staat nogmaals voorop dat de koeien goed verzorgd worden. Dat de Voedsel- en Warenautoriteit juist vandaag de dieren opnieuw in beslag neemt, is opmerkelijk. Overmorgen staat een hoorzitting gepland van het bezwaar dat de veehouder tegen de autoriteit heeft aangespannen. Volgens de zoon van de veehouder kan dat geen toeval zijn. De Voedsel- en Warenautoriteit laat weten dat ook vandaag weer de leefomstandigheden van de koeien zwaar onder de maat waren. Op omroepzeeland.nl vindt u alle eerdere nieuwsberichten over de veehouder in Rilland. Straks nog in deze uitzending. Het jonge echtpaar uit Middelburg dat een nieuwe clip van Bluff maakte. En onze provinciehoofdstad trekt een lange neus naar Rotterdam. Zeeland wil zo snel mogelijk de monding van de Westerschelde vrijmaken voor grotere schepen. Dat staat in een werkovereenkomst die de Zeeuwse havens en werkgevers morgen ondertekenen met minister Schultz van Infrastructuur. Doordat schepen steeds groter worden, kunnen ze nog maar moeilijk de Zeeuwse havens bereiken. In de monding van de Westerschelde ligt de zogenoemde Wielingenplaat, helemaal links op deze radargrafiek. Doordat vrachtschepen steeds groter worden, moet de Wielingen in de monding van de Westerschelde dieper worden gemaakt. Dat willen de Zeeuwse havens en werkgevers. Er ligt een drempel in de Wielingen, overigens op het Vlaamse grondgebied, dat wel eventjes terzijde. Maar die ligt er en die belemmert dus een vrije toegang tot de haven van Vlissingen. In de monding van de Westerschelde dus? In de monding van de Westerschelde, ja. Ja, en dat ligt in de vaarroute voor die schepen en dat is een nadeel voor de haven van Vlissingen. En dat zou betekenen dat als we dat niet doen, dat schepen, zeg maar een belangrijke trafiek, niet naar Vlissingen kan komen.
Want juist vrachtschepen met goederen als kolen en papier zijn een belangrijke inkomstenbron voor de Zeeuwse havens. Waar hebben we dat meer gehoord? De Westerschelde dieper maken voor toegankelijke havens. Vroeg tot nu toe Antwerpen telkens om zo'n verdieping, nu zijn we het dus zelf. Verdieping ligt heel moeilijk. Natuur op de zeebodem die verloren gaat bij uitbaggering moet gecompenseerd worden. Een hele kostbare zaak. Maar bij de Wielingen zou het helemaal niet gaan om een verdieping. Daar heeft het niets, absoluut niets mee te maken. Want de drempel ligt in de Noordzee. Notabene ook nog op het Belgische grondgebied, wat ik zei. Het heeft niks te maken met verdieping van de Westerschelde. Verre van dat. De werkovereenkomst die Zeeland morgen tekent met minister Schulz is een landelijk document dat ook wordt ondertekend door andere havens in ons land, zoals Rotterdam. Iedereen heeft zijn eigen wensen. Zo wil Zeeland ook snelle verbindingen voor goederentreinen naar Vlaanderen. Maar maakt grote broer Rotterdam de dienst niet uit? De zaken die Rotterdam wil, kijk maar eens naar regelgeving, de problematiek van het milieu van de pas, programmatische aanpak stikstof, willen zij, dat is ook in ons belang. Dus wij varen dan mee met de goede dingen die ook daar van de grond komen. Dat is voor Nederland, maar ook voor Zeeland heel belangrijk. Land- en tuinbouworganisatie ZLTO waarschuwt voor ziektes bij aardappelplanten. De kans daarop is groot door de zachte winter en het natte voorjaar. De Nederlandse pootaardappelen moeten het op de internationale markt juist hebben van hun goede kwaliteit. Dus zetten telers alles op alles om de planten gezond te houden. Ze hebben al 2 cursusdagen achter de rug en nu is het tijd voor de finale. Een groep van 8 agrariërs deed vanochtend in Colijnsplaat examen in het herkennen van zieke aardappelplanten. En dat is nog niet zo makkelijk. Ja, het is als je in eerste instantie kijkt, dan lijken er heel veel zieke planten te zitten. Maar ja, het is echt even kunst om goed eroverheen te kijken en de echte zieke eruit te halen. Pittig, maar ik hoop dat ik geslaagd ben, ja. Heb je ze kunnen vinden? Ik heb dan eigenlijk een aantal kunnen vinden. Ja. Ik hoop dat ze het allemaal waren. Ja. Viruszieke planten geven wat gele bestippeling, wat verkleuring in het blad. En dat is inderdaad moeilijk om dat te herkennen. Ja, daar is ook de selectiecursus voor opgezet om daar mensen in te bekwamen. Het is dus nog niet zo simpel om besmette planten zoals deze hier te herkennen. Maar wel heel belangrijk, zegt de examinator. We willen hebben dat onze pootaardappelpositie in Nederland toch op een hoog pijl blijft. We zijn nog steeds nummer 1 van exporterend pootgoed in de wereld. En door onze hoge kwaliteitseisen op dat niveau kunnen we toch mee blijven spelen. Dus heel belangrijk zou ik zeggen. Land- en tuinbouworganisatie ZLTO waarschuwt momenteel vooral voor de schimmel Phytophthora, die zich heel vlug via de lucht kan verspreiden. Maar telers moeten ook oppassen voor virussen en bacteriën. Bacteriezieke planten gaan gewoon helemaal dood. Dus daar kun je wel uit opmaken dat wanneer daar een 10% wegvalt, dat die opbrengst natuurlijk in de consumptieteelt gigantisch dervend is. De ZLTO vraagt ook hobbytuinders om goed op te letten, want als zij hun besmette planten laten staan, kan dat gevolgen hebben voor de telers in de buurt. Bij een ongeval in Vlissingen is vanmiddag een 80-jarige man gewond geraakt. Hij verleende waarschijnlijk geen voorrang aan een 34-jarige automobilist toen hij de Nieuw-Zuidbeekse weg wilde oversteken. De man liep een ernstige hoofdwond op. De politie onderzoekt nog de precieze oorzaak van het ongeval. Het Nederlands elftal gooit roet in het programma van de Havendagen in Terneuzen. De organisatie van de Havendagen heeft besloten de optredens van Ben Saunders en Danny Christian te vervroegen. Ook wordt een groot scherm geplaatst waarop de wedstrijd Nederland-Mexico zondag vanaf 6 uur te volgen is. De eerste oogst van het project City Seeds in Middelburg is van het land. Paksoi en andijvie. Een paar maanden geleden is het project gestart. Een grote moestuin. De groenten en het fruit zijn voor de minima in de gemeente. Dit terrein ligt tussen gevangenis Torentijd en het ROC-gebouw. De gemeente Middelburg heeft het ter beschikking gesteld aan City Seeds, dat hier groenten verbouwt om uit te delen onder minima. Het initiatief is een aanvulling op wat de voedselbanken al doen. We zijn erachter gekomen in de kledingbank die gevestigd is in het oude ROC-gebouw. Dat er mensen waren die verdienden 2 euro in de maand meer aan uitkering, waardoor ze niet in aanmerking kwamen voor een voedselpakket van de voedselbank. En toen hebben wij gezegd, van, dan moeten wij op ingrijpen. In maart van dit jaar gingen de eerste plantjes de grond in en vandaag konden voor het eerst worden geoogst. City Seeds draait op ongeveer 20 vrijwilligers. Ik zit eigenlijk in de ziekenhuis op het ogenblik, maar ik vind het toch wel prettig om op deze manier voor de samenleving en zeker voor de
sociaal minder rijkbedeelde samenleving iets te doen. De eerste oogst van City Seeds is bedoeld voor het basisvoedselproject van de evangeliegemeente Berea in Vlissingen. Zij zullen de groenten onder de mensen verdelen. Ik hoorde van het initiatief en daar zijn we heel blij mee, want wij kunnen nu gaan uitdelen wat zij hier kweken. Ze doet iedereen waar die goed in is, zeg maar. Hoeveel gezinnen kunt u blij gaan maken met deze groenten? Nou ja, gemiddeld ontvangen we zo'n 60 huishoudens per week. Dus dat zijn misschien wel 100 tot 150 mensen, ja. Hoewel de grond aanvankelijk niet al te vruchtbaar werd geacht, wil het toch aardig lukken met de plantjes. City Seeds zal later ook de rest van het terrein klaarmaken voor het verbouwen van groenten en fruit. Wat vindt u? Zou iedere stad zo'n moestuin voor minima moeten hebben? We vragen het vandaag in de stemming op de website. 6 op de 10 stemmers vindt dat een goed idee. Van de rest hoeft het niet, zo'n minima moestuin. De nieuwe clip van Bluff, Open je ogen, is gemaakt door een fotovideobedrijf uit Middelburg. Seth Vexy van het jonge echtpaar Roald en Debbie Jansen. Ze hebben al vaker videoclips gemaakt, maar niet eerder voor zo'n bekende band. Een spannende opdracht dus, maar ze hebben er wel hun eigen stempel op kunnen drukken, vinden ze. Ik denk dat je het kan zien aan de belichting en dan vooral als je kijkt naar onze foto's. Wij waren bezig een stukje te editen waar de fanfare in het aquarium staat. Dat is een shot wat heel langzaam op hun afgaat. Roald zei, het is net een foto van ons die gewoon ineens tot leven komt. ...30 tot 40 figuranten waren er op dat moment en de band. En dan nog 20 man crew, allemaal achter de camera. Dus dat was de grootste groep mensen waar wij mee hebben gewerkt en die we dan moesten regisseren of managen. We hebben echt heel veel gewerkt met vrienden, familie, mensen die ons last minute konden helpen eigenlijk. Technisch gezien was die lift het moeilijkst om in 1,5 week zo'n ding te bouwen. Maar gelukkig is mijn oom een hele goede timmerman. Alsof er iets open gaat. Ze waren heel erg enthousiast. De ochtend dat ze hem binnen hadden gekregen, hebben we alleen maar berichtjes gekregen van hartstikke tof en we worden er blij van. En, we zijn er gelukkig mee, dus goede reacties gelukkig. We houden heel erg van grootse beelden, groothoek dingen en heel symmetrisch. Een episch shot met de camera laag op iemand afrijden met wat rook erachter en felle lampen tegen de lens in. Ja, dat vinden wij echt om te smullen. Wij vinden wel dat onze stijl er wel echt uiteindelijk bovenop ligt. Ja, we dromen groot, we leggen de lat hoog en dan kom je waarschijnlijk wel ergens daar in de buurt. Althans, daar durven wij wel in te geloven. Loop je geluk niet voorbij. Het weer in Zeeland van vandaag en morgen. Ook vandaag was het aangenaam zomerweer met flink wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het maximaal 18 graden. De burgemeester van Middelburg is een vervent twitteraar. En vandaag laat hij bijvoorbeeld Rotterdam weten dat ze in Middelburg al jaren kunnen wat ze in Rotterdam maar niet lukt. De fontein bij de Balans in Middelburg spuit, zoals altijd tijdens voetbalkampioenschappen, fel oranje water omhoog. Fluitje van een cent. In Middelburg tenminste, want in Rotterdam ligt dat anders. Daar lukt het maar niet om de fontein op het Hofplein vrolijk oranje te laten kleuren. Verder dan knalrood, waardoor de fontein iets weg heeft van een bloedbad, komen ze niet in de havenstad. Harald Bergman liet onze noorderburen via Twitter fijntjes weten dat Middelburg al weken oranje kleurt. En tot zover deze nieuwsuitzending. U kunt het uur lekker volmaken met Zeeuwse programma's, want na het uitgebreide weer komt de Kanon van Zeeland en Steengoed. Een fijne avond en graag tot morgen. Heeft u tips? Bel ons of mail.